enigste vijf soorten eigenlijk in de winter wegtrekt. Zodat je in de zomer heel veel kans op kleine mantelmeeuw hebt. Maar in de winter ja, is die misschien nog wel schaarser dan een Pontische meeuw op sommige plekken. Ja, zeker. Er blijven misschien 200-300 kleine mantelmeeuwen in Nederland achter in totaal. Ja. Ja. Ja, dan onvermijdelijk voordat we verder gaan naar de determinatie, want daar gaan we nu zo'n beetje naartoe. De onderdelen van een vogel en in dit geval een grote meeuw. Want we gaan straks behoorlijk wat onderdelen benoemen en dan is het toch handig om weer even dit plaatje, net zoals de vorige keer, erbij te pakken. Waar kijken we naar? Nou, de kop en de snavel zijn denk ik duidelijk, maar we hebben de belangrijkste onderdelen even omcirkeld. De schouderveren bovenop. Als je een meeuw in zit hebt, dan heb je een mantel en die bestaat dan uit de schouderveren bovenop. Daaronder komen de kleine en de middelste dekveren en de grote dekveren. Bij elkaar vormt dat een groot deel van de vleugel. Nou, dan heb je daar wat verder naar beneden in zit, heb je de tertials zitten. En dan die zwarte punt die daar eigenlijk onderuit steekt, dat zijn de handpennen. En dat is een belangrijk onderdeel van deze workshop, dat gedeelte van de vogel. Daar gaan we extra op letten deze keer, Ja, hè? ja. Ja, want daar kun je ook straks wat uit afleiden. Ja, en dan de poten, die bestaan ook uit twee onderdelen. Dat is voor nu even niet relevant meer, denk ik. Het gaat straks vooral ook over de pootkleur. Ja. Maar ja, hou dit eventjes in gedachten. Staat ook vaak voor in je vogelboek, hè? Ja, wat we heel graag zien bij de determinatie van grote meeuwen is een open vleugel, zoals wij dat noemen. Dus een vliegende vogel of een vogel die zijn vleugel volledig strekt, omdat er aan de binnenkant van de vleugel, als die volledig uitgestrekt is, en de staart uiteraard, ja, heel veel kenmerken te zien zijn die in zit Ja. niet te zien zijn. Ja. Nou, de belangrijkste kenmerken zijn dan vaak zitten in de binnenhand. Dat is de binnenkant van de handpennen. Bij deze Pontische meeuw zijn die een beetje lichter dan de buitenkant van de handpennen, de buitenste handpennen. En dan zie je daaronder ook, sorry, daaronder niet, maar daarnaast zie je ook de armpennen nog, die zijn ook aangewezen. En de staart met een, in dit geval een eerste Calendia Pontische meeuw met een hele kenmerkende staartband. Nou, deze weten we dus nu ook te vinden. Ja. Tertials zijn nog niet verbeterd. Dat tikfoutje is er helaas nog niet uitgehaald. Je hebt helemaal gelijk, Zo, Marcel. wat zie je Ja, dan dat is wat slordig van ons. We hebben gewoon kopiëren plakken van de vorige keer gedaan. En die typfout staat er nog steeds in. Ja. Marcel heeft het goed getikt in de chatbox. Heel goed. Ja, na het juveniele kleed is het vooral ook op de vleugelkleur en het patroon in de vleugel letten. Maar worden ook de kleur en de vorm van de snavel en de kleur van de ogen en de poten worden ook belangrijk. Want die gaan ook een verandering doormaken. Naarmate de meeuw ouder wordt, worden de ogen bijvoorbeeld bij de meeste soorten lichter. En de poten krijgen uiteindelijk een definitieve kleur. Ja. Dus daar gaan we ook op letten. En uiteindelijk is altijd secundair, dus minder hard, is de vorm of de grootte van een vogel. Dat noemen we ook, die combinatie noemen we ook als de gis van de vogel. Dus eigenlijk een beetje, ja, Je gevoel. Het silhouet, eigenlijk het Ja. postuur van een Ja. vogel. Dat heb je bij mensen ook. Je hebt soms ja, wat stevigere mensen, zeg maar, dan de atleten. Heb je bij meeuwen ook. Even snel hoe dat meeuwenkleed zich ontwikkelt voordat we daar echt dieper in gaan duiken. Hier zie je een globale indruk van hoe dat meeuwenkleed zich ontwikkelt. Nou, bovenin de kleine meeuwensoorten, die behandelen wij nu natuurlijk niet, maar onderin de grote meeuwensoorten. En je ziet het, die doen er meerdere kalenderjaren over om volwassen te worden, het volwassen kleed te krijgen. Uiteindelijk doen ze daar nou, een dikke 4 jaar over, zo'n beetje. En dat is verdeeld in kalenderjaren. En dit is toch een klein stukje herhaling met de vorige keer, hè? Ja, maar het is wel belangrijk. Ja. Ja, want deze indeling houden we aan bij de herkenning. Dat is een term die we gebruiken, kalenderjaar. Een meeuw wordt geboren halverwege het jaar. Zit dan in zijn eerste kalenderjaar. Gaat dan de winter in. En dan vervolgens na de jaarwisseling is het een tweede kalenderjaar. En zo ontwikkelt zich, ook gedurende die jaren, ontwikkelt zich het verenkleed van overwegend bruin, zoals we vorige keer zagen, naar de definitieve kleuren. Ja. En dat is of heel grijs-zwart bij de mantelmeeuwen bovenop, of zilvergrijs bij de drie andere soorten. Ja. En En ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat we die kalenderjaren wel heel bewust zo kiezen, omdat dat eigenlijk de beste en de meest precieze definitie is van hoe oud een vogel is.
Want je hoort natuurlijk ook vaak eerste winter, eerste lente, eerste zomer. Dat soort termen, maar die zijn wat minder begrensd. En bij een derde kalenderjaar in november, dan weet je altijd precies hoe oud die vogel is en welke tijd van het jaar het is. Dus dat vinden we wel belangrijk om het bij de kalenderjaren te houden eigenlijk. Ja, nou, we gaan toch dit plaatje nog eens opzoeken waar we dat op gullresearch.org kunnen vinden. En als het daar nog niet op staat, ik zie dat dat toch nog wel gevraagd wordt. Ik dacht dat het daar wel goed op te vinden is, maar blijkbaar hebben mensen daar, die hebben daarna gezocht en die hebben het niet gevonden. Dus ja, daar moeten we toch alsnog even achteraan. Dus excuses dat dat niet te vinden was, hadden we vorige keer wel gezegd. Het is namelijk wel een heel handig plaatje dit, van Mars Muze, die heeft het gemaakt. Ja, en meeuwen zijn langlevende soorten, hè? Dus die doen er ook lang over om geslachtsrijp te worden. Het is wel aardig om te weten dat bij de grote meeuwensoorten de mannetjes rond een jaar of 4 geslachtsrijp zijn en ook vaak voor het eerst broeden, 5 jaar. En vrouwtjes soms pas op hun 7e of 6e of 7e levensjaar pas beginnen met het broeden. Ja. Dus dat moet gewoon even. Eerste winterkleed. Er worden toch wel wat vragen gesteld op waarom houden jullie die winterkleden niet aan? Die eerste winter, tweede winter. Uiteraard zijn dat ook termen die je kunt gebruiken. Die zijn iets minder consequent. Marijn vertelde net al waarom. Maar het is natuurlijk wel zo dat tussen de periode dat een vogel juveniel is en naar zijn tweede kalenderjaar gaat, dus zegt de periode oktober, ja, november tot en met maart van het volgende jaar, dat je een meeuw best ook wel een eerste winter kunt noemen. Ja. Om nog even te zeggen waarom ik het op waarneming, ik had hem al wat dichterbij gezet. Ik hoop dat ik wel verstaanbaar ben. Ik vernaam ze op waarneming van eerste winter naar eerste kalenderjaar, omdat je dan dus precies kunt zien, ook als naslagwerk, hoe een beest er in welke periode eruit ziet. Terwijl als je eerste winter en eerste kalenderjaar door elkaar heen gebruikt, dan kun je dus bepaalde vogels niet terugvinden, omdat ze op de een of de andere staan. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om het op kalenderjaar te houden, zodat alle vogels eigenlijk altijd terugvindbaar zijn op het juiste kleed. Dus vandaar dat ik vaak eerste winters op eerste kalenderjaar of tweede kalenderjaar zet. Dat is niet omdat ik het beter wil weten of iets dergelijks. Dus het is dus gewoon één vakje in het magazijn en je wil ze allemaal in dat ene vakje hebben, omdat het dan makkelijk terug te vinden is. Ja. Dus vandaar dat ik zo That's autistisch die dingen verander altijd. Ja. Nou, goed. Dat werkt dus zo inderdaad. En die vogels die gaan hun kleed ontwikkelen. Dit hebben we eigenlijk al uitgelegd. Eigenlijk maken we tussen het vierde en het vijfde kalenderjaar in de praktijk, zit daar in het kleed nauwelijks meer zichtbaar onderscheid in. Dus wij gaan vanavond tot en met het vierde kalenderjaar behandelen. En dan komen we uit bij de rui. Rui is bij vogels natuurlijk een heel bekend fenomeen. Iets wat bij allerlei soorten heel lastig eigenlijk te zien is. Bij meeuwen ligt het er heel erg dik bovenop en is het eigenlijk alles bepalend bij de determinatie. Ja. Ik zie Marijn heel hard knikken. Dus tot nu toe kraam ik nog geen onzin uit. En je ziet hier links in beeld zie je een juveniele meeuw zoals we die vorige keer besproken hebben. En we gaan de zilvermeeuw hier bespreken. En wat je ziet gebeuren in het najaar is dat links zie je dus een beeld van pakweg juli, augustus, volledig vers kleed. Je ziet dat grote meeuwen in het najaar als eerste gaan ruien in de schouderveren, bovenop de mantel. Daar zie je een net wat ander patroon, een ankerpatroon ontstaan. En dat is een proces wat in gang wordt gezet terwijl de andere veren van deze vogel nog niet aan het ruien zijn. Dat komt eigenlijk pas in het jaar erna. Dus in het tweede kalenderjaar gaat die ruien verder. Daar gaan we nu dus heen. En dan zie je links zie je dus ook weer een zilvermeeuw. Die niet alleen de schouderveren heeft geruit, maar ook de rest van de vleugel. En ik zal dat even proberen aan te wijzen met de cursor. Je ziet dat dit gedeelte van de vleugel niet meer egaal bruin is, maar dat die halverwege het volgende jaar, dat hij eigenlijk de rest van zijn vleugel al grotendeels heeft geruit naar een tweede generatie veren, zo noemen we dat. En je ziet ook nog andere veranderingen aan de vogel. Je ziet dat het oog al lichter aan het worden is.
Dat is bij de zilvermeeuw ook al heel snel dat het oog lichter wordt van alle grote meeuwen. Geelpootmeeuw is ook vrij snel. Ja, zijn de geelpootmeeuw en de zilvermeeuw eigenlijk de vogels waar de soorten waarbij het oog als eerste, de iris als eerste lichter wordt. Ja. De spontische meeuw blijft langer een donker oog houden. En de snavel wordt eigenlijk ook al tweekleurig. Dus dat helpt mij in het veld al, als ik halverwege een jaar, zeg maar in de zomer, naar meeuwen sta te kijken. Zijn dat vaak ook vogels die heel slordig eruit zien. Deze vogel ziet er ook slordig uit, dat komt. Omdat hij hier nog niet helemaal klaar is met ruien. Je ziet hier hele bruine gesleten veren. Die zijn echt totaal tot op de draad versleten. En die gaat hij dus binnenkort vervangen. Maar je ziet ook dat dit gedeelte, dat zijn die handpennen, hè, dat had ik gezegd, dat die totaal versleten zijn. Helemaal bruin, die vallen er bijna uit. Die zijn eigenlijk niks meer waard. Maar je ziet ook dat hier tussendoor al zwarte, nieuwe handpennen tevoorschijn komen. Dus die oude is die eruit aan het gooien, zo werkt rui. En die nieuwe, die groeien ondertussen aan. En dat is een proces wat bij grote meeuwen, de handpenrui, die begint zo'n beetje in het voorjaar, in april, mei. Timing verschilt een beetje. Maar dat is een proces wat ons helpt bij de determinatie. En dan met name bij het bepalen van welk kalenderjaar een grote meeuw in zit. Ja. En wij weten dus van, hey, in juli, dit kan geen jong van dit jaar meer zijn, een eerste kalenderjaar. Want hij is aan het ruien hier. Hij is al veren aan het vervangen. En ik zie hier een nieuwe generatie handpennen doorkomen. En dit is al wat lichter aan het worden. Het oog is al wat lichter. Maar verder is hij nog niet grijs bovenop hier, hè? Dus hij is nog wel heel erg bruin gemotteld. En nou, dat, zo herken ik dus een tweede kalenderjaar zilvermeeuwachtige. Herken ik dus midden in het jaar. Maar dan gaat die vogel vervolgens verder met ruien. Want grote meeuwen ruien eigenlijk bijna al hun veren van hun hele verenkleed in de periode maart tot en met december. In de begin december, in de winter, is die rui eigenlijk grotendeels stilgevallen. Dat heeft denk ik ook met de energie, het energieverbruik ja, te maken. Ruien kost heel veel energie. Dus dat slaan in de winter is dat dan, ligt dat even stil. Maar dat in het najaar van het tweede kalenderjaar zie je dat die vogel verder gegaan is met ruien. En zie je dat in dit gedeelte er grijze veren verschijnen. En dat is dus een nieuwe generatie schouderveren. Dus hij heeft zijn juveniele veren gehad. Toen kreeg hij in het najaar van zijn eerste jaar kreeg hij die schouderveren met die ankerpatroontjes hier zo. Die hele dunne lijntjes erin. En vervolgens komt hij in zijn tweede kalenderjaar in het najaar. Ja, komt hij met een derde generatie mantelveren die lichtgrijs is. En dan denk ik, hey, dit is een tweede kalenderjaar meeuw, want ik zie. En dan begin ik als vogelkijker in het veld vaak met het kijken naar de handpennen. Dan zie ik, hey, dat zijn best wel zwart gekleurde handpennen. Dat is een nieuwe generatie, dus die vogel heeft ze al een keer geruit. Daar zitten een klein beetje witte topjes aan. Dat is vaak ook bij die tweede generatie handpennen te zien. Dus dit is een nieuw set veren, dus niet juveniel meer. Dus dat zal wel een tweede kalenderjaar zijn. En ik zie zelfs dat er al wat grijs bovenop in december te zien is. En die snavel is heel tweekleurig. Die is niet meer zwart. Maar hij is niet overwegend grijs. Zo kun je dat nog niet noemen. Nee. Maar met name dus die handpennen. Deze generatie, hoe die eruit ziet, vertelt mij, dit is een tweede kalenderjaar. Ja. Dan gaan we verder met de rui. Nog even terugkomend op de chat. Ik zie dat Gert vraagt wat de ankerpatroon is. Albert die wees ze net al aan. Maar straks bij de geelpootmeeuw kun je dat wat duidelijker zien. Dus ze zullen dat ook nog wel even extra aanwijzen. En ik zag ook dat de foto is gevonden op Girl Research door Gerjan. Misschien kun je ook even een linkje plaatsen in de chat. Oh, dat kan niet. Oh, okay. Ik hoor net dat niet kan. Dan, nou, mail ze eventjes naar een mail het linkje gerust even naar mij. Dan zet ik het alsnog even onder de YouTube video achteraf. Maar dankjewel voor het zoeken ondertussen. Nou, hier even de vogel in vlucht met een open vleugel. Je ziet dan dat hij al best wel zwartachtige handpennen heeft hier. In plaats van donkerbruin. Dat is verschil subtiel. Maar dat is er wel. En je ziet dat hij al een grijze schouderveren heeft. Eigenlijk een soort grijzige mantel. Maar verder nog behoorlijk bruin is in de vleugel. En dat is een typische tweede kalenderjaar meeuw. Die heeft die combinatie van een beetje volwassenachtige veren bovenop al. Maar verder behoorlijk bruine vleugel met wel die nieuwe handpennen.
Gaan we door naar de volgende. Het volgende jaar, het derde kalenderjaar. Als we dan in de midden van de zomer zouden kijken, dan zien we dat die meeuw al... ja, die wordt ouder, dat oog is nog een stuk lichter geworden. De snavel ook een stukje lichter. Maar uiteindelijk begint hij hier... nou, dit is een niet al te snelle vogel qua rui, maar gaat hij hier verder met de vleugel. Zal hij dat gaan ruien in het derde kalenderjaar. En dan zal hij, want dat doen die grote meeuwen ieder jaar, zal hij ook weer een nieuw setje handpennen gaan krijgen. En het leuke is, die handpennen gaan ons weer helpen om te bepalen hoe oud de vogel is. Want dat is het setje handpennen dat voor het eerst echt zwart is met hele duidelijke witte toppen eraan. Dit is een heel duidelijk voorbeeld, deels is deze zilvermeeuw. Soms zijn ze iets kleiner, die witte toppen. Maar als je dat in het veld ziet, dan weet je, nou, die vogel die is minstens derde kalenderjaar. Ja, dus dat is heel makkelijk eigenlijk. Een heel makkelijk trucje om een 2KJ van een 3KJ te kunnen onderscheiden in de winter. Want qua kleed kunnen die dus best wel op elkaar lijken. Zeker bij zilvermeeuwen heb je altijd zo'n vogel die een beetje adult en een beetje juveniel eruit ziet. Maar die handpennen zijn echt de makkelijkste pointer om een 2KJ, dus zonder witte punten, van een 3KJ met witte punten te onderscheiden. Ik kreeg nog de vraag, zie je wel eens dubbele handpennen in vlucht? Dus ik interpreteer hem even zo als, zie je wel eens dat die vogel aan het ruien is en dat hij meerdere generaties heeft? Nou, als een vogel aan het ruien is in de vleugel, hier is hij er al klaar mee. Maar je kunt dus dat ruien kun je zien. Op een gegeven moment zie je, hij heeft toch wat oude veren aan de buitenkant zitten en aan de binnenkant komen al nieuwe veren door. Maar meestal de regel bij ruien is, je gooit er een veren uit en ondertussen is een andere veren aan het groeien. Dus je hebt niet ineens heel veel meer veren die over elkaar liggen. Ja. Zo werkt het niet. Dus ze worden echt vervangen zonder dat daar overlap in zit. Normaal gesproken. En een meeuw noem je juveniel als hij net uit het ei is gekomen tot het moment dat hij gaat ruien. Ja, zoals Geert eigenlijk al aangeeft. Precies. En dat is dus echt maar een paar maanden. Hè? Dus eigenlijk wordt het al heel snel een eerste kalenderjaar. Als een zilvermeeuw enkele grijze middelste grote of middelste dekveer heeft, is het dan altijd een 3KJ. Ja, dan is hij wel minstens het derde kalenderjaar inderdaad, Marcel. Want een tweede kalenderjaar, dit kleed, hier krijgt hij nog niet geen effen lichtgrijze veren in. Meestal stoppen ze echt bij die mantel en gaan ze niet verder in de vleugel met ruien van zilveren veren. Derde generatie veren. Nou, zijn we bij de derde kalenderjaar aangekomen, dan zie je nog wel aan deze vogel dat er nog wel een beetje een bruine gloed in deze vleugel zit. En als die vleugel open gaat, dan zie je dat ook nog wel terug. Dit is niet helemaal egaal grijs. Daar zit nog wel wat bruin in. En ook deze handpennen zijn wel zwart met wit. Maar dit is nog niet het definitieve adulte patroon. Dat komt pas in de generatie daarna. Maar het lijkt er al wel heel erg op. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou, die vogel is bijna volwassen in zijn derde kalenderjaar. Maar ik zie nog wel wat tekenen dat hij nog onvolwassen is. En dat maakt het een derde kalenderjaar aan het einde van het jaar, hè, deze foto's. En dan gaan we door. Dan ziet hij eigenlijk in zijn vierde kalenderjaar er eigenlijk bijna volwassen uit al. Wel echt de allermooiste vogel gekozen ook, die erbij stond. Ja, hele smerige vogel. Ik vind hem eigenlijk wel mooi. Ja. Mooi zilvermeeuw. Niet zo scheld op dat beest. En je ziet alweer, halverwege het jaar is hij begonnen met die handpenrui. En dan krijgt hij zijn setje met definitief adulte handpennen. Yes. En ook de rest is al helemaal aan het doorruien tot volledig adult. En dan aan het einde van het jaar ziet dat er zo uit. Dan heeft hij ook weer al zijn handpennen heeft hij vervangen. Is hij bovenop helemaal mooi zilvergrijs geworden. Soms zit er bij een vierde kalenderjaar nog een klein beetje bruin in. En ook nog een klein beetje, een beetje donkerheid in de snavel, zeg maar. Maar ook die snavel is echt, zie je dat? Die is tussen het derde en het vierde kalenderjaar ook echt van tweekleurig. Is hij nou mooi geel aan het geraken. Ja. En dan gaat de vleugel open en dan zie je ook dat het handpenpatroon echt volledig volwassen is. Echt duidelijk zwart-wit. En eigenlijk is het bruine bij deze vogel volledig verdwenen. Ik zie ook nog een opmerking over de staart in december. Ja, staart die kan heel variabel zijn. Bij sommige derde kalenderjaar zit daar nog wel echt een flinke staartband in. Anderen hebben eigenlijk bijna geen donkere staartband meer. En ook een vierde kalenderjaar zilvermeeuw kan zelfs nog wel donkere tekeningen in de staart hebben. Zeker de zilvermeeuw, ja. Voor de pont en de geelpoot gaat het wat minder op. Die gaan vanuit hun derde kalenderjaar hebben die bijna altijd een witte of bijna witte staart. En een volledig volwassen meeuw vanaf vijfde kalenderjaar en ouder, die heeft eigenlijk altijd een volledig witte staart. Dat is een hele goede inderdaad, Paul. Ja, dus zo heeft die meeuw zich al ruiend ontwikkeld tot een volwassen kleed.
Nou, dat ziet er even door de oogharen heen zo uit. Linksboven in het juveniele kleed. De bovenste rij is hoe een meeuw er in juli uitziet. Dan is die volop bezig met het ruien van de handpennen, van de vleugelveren, dus de dekveren. En onderin is dus het winterbeeld. En dan zie je dat die klaar is met die armpenrui. Je ziet dat de armpennen ver uitsteken. En dan kun je dus aan die armpennen ook heel goed zien. Hey, ze zijn echt zwart bij de derde en vierde kalenderjaar met witte toppen. En ja, dit is denk ik een duidelijk voorbeeld van hoe dat werkt. Ja, die bruine streepjes op de kop, dat is... Winterkleed. Dat is inderdaad bij onvolwassen meeuwen. Die hebben dat eigenlijk bijna het hele jaar door. Bij de zilvermeeuw in ieder geval. Maar bij de zilvermeeuw, als die volwassen is, krijgt hij dat in de winter weer. En in de zomer gaat dat al ruiend, zeg maar. Slijt dat er... Ik moet zeggen dat het ook vooral door slijtage er weer afgaat aan het begin van het... eigenlijk aan het einde van de winter al. Ja. En bij pontische en geelpootmeeuw zie je bij adult dat die kop vaak ook wat langer wit blijft dan bij bijvoorbeeld de zilvermeeuw. Maar dat is heel variabel. Maar eigenlijk hebben dus ook volledig adulte vogels in de winter vaak toch kopstreping. En dat kan bij zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw soms heel extreem zijn. Ja, we hebben nu eigenlijk de variatie binnen die soorten hebben we helemaal niet besproken. Dat doen we bewust niet. We wilden echt eventjes dit systeem uitleggen. Dit systeem is namelijk belangrijk voor de volgende stap waar we nu naartoe gaan. Je begrijpt nu een beetje hoe de rui werkt. De belangrijkste dingen waar je op let om het kalenderjaar te bepalen, om in te schatten hoe oud is deze meeuw. Gaan we nu door naar de kleine mantelmeeuw in zijn eerste kalenderjaar. En dan geef ik, kijk even naar Marijn, die gaat verder. Oh. Ja, nee, klopt. We gaan dus vanaf nu even alle... We zitten aardig op schema, geloof ik trouwens. Ja. Maar we gaan eigenlijk die 5 soorten door de kalenderjaren heen behandelen. En dat zal ik doen, of zullen we doen, op basis van die kalenderjaren inderdaad. En er zitten ook een paar vergelijkingsplaatjes in. Nou ja, we beginnen bij de... We hebben ook bij ieder kalenderjaar beginnen we met de mantelmeeuwen en dan met de zilvermeeuwachtige, zeg maar. Ja. Dus we beginnen eigenlijk bij de eerste kalenderjaar kleine mantelmeeuw. Nou ja, die zie je hier. Wat vooral gelijk opvalt is natuurlijk hoe donker dat beest is. Je ziet bijvoorbeeld die vogel die linksbovenin zat, heeft al zijn mantel eigenlijk bijna helemaal geruit. Maar die nieuwe veren die er dus in zitten, die zijn eigenlijk ook heel donker. Voor de rest is het een hele donkere vogel en... Wat ook opvallend is, zijn die hele donkere turtles eigenlijk. Hè? Ja. Met zijn heel wit randje. Dat zie je bij die andere vogel eigenlijk ook. En ik heb geprobeerd om een beetje variatie weer te geven. Dus de linkervogel is eigenlijk heel erg in het donkere spectrum. De rechtervogel is wat lichter. Dus zittend valt vooral het donkere en de turtles heel erg op. In vlucht, wat dan vooral opvalt, is de hele donkere staart. En de hele donkere binnenhand. Eigenlijk is die hele vleugel is gewoon donker. Je ziet er bijna geen tekening. Ja, je ziet een beetje dat de binnenkant wat donkerder is van elke veer. En die staartband, dit is zwart, maar hij kan ook echt tot het topje toe zwart zijn. Dus vooral een heel donker beest eigenlijk. Ja, ik moet door. Je gaat naar de volgende soort. Ja, zeker. Dus dit is het winterbeeld van de kleine mantelmeeuw van nu. Een jonge kleine mantelmeeuw, eerste kalenderjaar. Ja, dit zijn eigenlijk, dus misschien wel goed om op Erik ook te reageren. De afbeeldingen zijn allemaal rond deze periode. Dus het zijn eigenlijk meeuwen die er zo uitzien op dit moment. Dus eigenlijk december, januari, februari. Ja. De grote mantelmeeuw, eerste kalenderjaar, is dan ook nog best wel donker. Wat gelijk eigenlijk opvalt ten opzichte van die kleine mantelmeeuw, is dat in de middelste en de grote dekveer op de vleugel zit veel meer wit. Dus eigenlijk ziet die vogel er een stuk lichter uit. Daarnaast valt natuurlijk het... We zijn de muis kwijt. Daar is die weg. Probeer even de dekveer aan te wijzen. Ja, de middelste dekveer zit heel veel wit in. Dus dat valt eigenlijk gelijk op. Daarnaast is het postuur van de grote mantel natuurlijk ook wel wat groter. Dat zie je hier ook wel. Grotere vogel. Ze kunnen soms al best wel witte koppen hebben en witte buiken krijgen. Dat gaat best wel snel. Dat zie je zeker bij die vogel daaronder. Ja. Wat ook heel erg opvalt, zijn de turtles.
Die zijn als juveniel best wel geblokt. En door slijtage ook zie je vooral dat het resulteert in turtles met hele brede witte toppen. En soms zie je ook nog wel witte kartels erin, zeg maar. Mm-hmm. Als de vogel vliegt, dan zie je ook... is de staart eigenlijk super opvallend. Waar de kleine mantelmeeuw een hele brede staartband heeft, heel veel zwart op de staart heeft, heeft de grote mantelmeeuw eigenlijk juist heel veel wit op de staart. En wat ook opvallend is, is die witte buitenrand eigenlijk. Dus iedere veer heeft ook een soort van wit kontje. Waardoor je eigenlijk zo'n witte rand aan de buitenkant van de staart krijgt. Daarnaast valt de binnenhand natuurlijk ook weer op. Die is eigenlijk heel licht bij grote mantel. Ja, in tegenstelling tot de kleine mantel, ja, die daar een stuk donkerder is. Ja, ja. Dus eigenlijk is het ook een donkere vogel, maar eigenlijk is hij een stuk lichter. Ja. En hij is twee keer zo groot als een kleine mantelmeeuw. Ja, dat is enigszins overdreven, maar het is natuurlijk echt een hele grote meeuw. Dus vaak is het formaat al een eerste aanwijzing. Nou, hier zie je al de kenmerken die je net hebt genoemd nog een keer omcirkeld. Dit proberen we elke keer te doen om ze een beetje te vergelijken. Dan zie je inderdaad dat die staarten heel erg verschillen. En wat ik zeg, die kleine mantel kan nog donkere staarten hebben, bijna zonder wit. Je ziet het verschil in de handpennen. En in de turtles. Ja, dat is het wel een beetje, denk ik. Ja, gaan we door naar de zilvermeeuw. Ja. Ja. De zilvermeeuw is ook wel goed om te zeggen, is een wat traagruiendere soort. Dus bij die zilvermeeuw erboven zie je eigenlijk dat hij zelfs nog wat juveniele veren in de mantel heeft. Die wijst Albert nu aan. Ja, die heeft nog niet alles in de hier zo heeft hij geruit. Maar het voorbeeld eronder laat zien dat hij dat wel gedaan heeft. Rechts zie je dus ook dat die zilvermeeuw een hele lichte binnenhand heeft. Die probeer ik nu aan te wijzen. Dus hij is een stuk lichter dan de kleine mantelmeeuw aan het begin van de winter. Ja. Heeft een hele brede staartband met best wel een brede staartband met veel zwarte tekening daar net boven. Maar je ziet dat hij over het algemeen toch wel een stuk lichtere tekening heeft dan de kleine mantelmeeuw. Ga ik even proberen om door te gaan. Ja, dan de geelpootmeeuw. Lijkt wat dat betreft best wel op de zilvermeeuw. Alleen, die heeft toch wel wat subtiele verschillen. Je ziet dat de vogel linksboven ook alle schouderveren geruit heeft. Daar zitten ook die ankertjes, wat eerder al werd aangegeven. Misschien kun je die nog even aanwijzen als je weer een muis hebt. Probeer dat eventjes, als mijn muis het weer gaat doen. Dat is een heel duidelijk ankerpatroon. Dat is vaak net iets duidelijker dan bij de zilvermeeuw. Het is een subtiel verschil, maar het is vaak net iets duidelijker dan bij de zilvermeeuw. Het gaat echt om het patroon op iedere individuele veer. Hè? Dat zijn allemaal kleine ankertjes eigenlijk, een soort van. Maar je ziet ook dat hij een hoekige kop heeft en een behoorlijk hoekige snavel. En dat is ook wel iets wat kenmerkend is voor deze soort. Vogel daaronder is iets slanker. Misschien wel een vrouwtje, maar het is vooral denk ik interessant om te kijken wat er in de rest van die vleugel is gebeurd. Dat deze voor de jaarwisseling, dus in zijn eerste kalenderjaar ook al nieuwe veren in zijn nieuwe... dekveren hier, de middelste en grote dekveren heeft. Dat is iets wat we vaak bij geelpootmeeuwen zien. Bij eerste kalenderjaar geelpootmeeuwen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zilvermeeuw of de pontische meeuw. Dat is, en die turtle. Je ziet ook al dat hij dus een turtle heeft. Heeft hier ook al wat geruit. Dat zal een zilver bijvoorbeeld nooit doen. Nee, dit zien we niet bij zilvermeeuwen. Dus dat is ook wel een mooie pointer. Een pontische meeuw kan het misschien ook doen. Maar hij komt nauwelijks voor. Ja, maar bij geelpootmeeuw zie je het wel regelmatig. En in vlucht zie je eigenlijk ook vooral dat die vleugels heel donker zijn. Hè? Dat vergelijken we straks ook nog. Ja, en die witte staart. Ja, je ziet hier ook weer dat contrastrijke patroon. Dus het is niet helemaal donker zoals bij de kleine mantelmeeuw. Maar het is ook weer niet zo licht als het zilvermeeuw. Er zit een lamellenpatroon in, om het zo te zeggen. En de staartband is vrij smal met een klein beetje tekening erboven. Dus die is veel witter dan bij de zilvermeeuw. Ja, dan de pontische meeuw. Het zijn dus echt, zoals je ziet, subtiele verschillen. Hè? Het is echt goed kijken naar de veren. Pontische meeuwen, dat zijn wat slankere vogels over het algemeen. Zijn best wel groot. Zijn vaak iets groter dan zilvermeeuw en pontische meeuw. Geelpootmeeuw. Hebben ook echt een lange, slanke snavel. Vaak een hele lichte kop al heel snel in hun eerste kalenderjaar. Ja, zogenaamde sjaaltje ook. Eigenlijk zijn deze veren, er zit wel een patroontje in, maar vaak is het bijna egaal grijs al. Dat is heel, heel kenmerkend. Dat hebben ze vaak. Ik zie ook bij de vliegende vogel wel een beetje. Ja, je ziet dat hier inderdaad al een klein geruit veertje zit. Maar lijkt wat dat betreft best wel op de geelpootmeeuw, qua rui ook. Alleen, die kop,
Met die mooie slanke snavel en een beetje dat duivenkopje. En ja, het postuur helpen wel heel erg. Want dan, nou, dat maakt het een pontische meeuw en dan de staartband. Ja, en de turtles, hè. Die turtles, ja. Daar zie je ook wel dat die best wel licht bruinachtig zijn. En echt alsof ze in de verf, ja, zijn gedoopt. Eigenlijk nog steeds die witte toppen hebben. Terwijl bij die geelpoot en bij die kleine mantelmeeuw dat veel fijnere, ja, lijntjes zijn eigenlijk. Nou, we gaan snel door, want we moeten naar de volgende kalenderjaren toe. We moeten op de tijd letten. Hier zie je ze nog even naast elkaar. En je ziet dus dat dat ankerpatroon bij die geelpootmeeuw het meest uitgesproken is. Bij de pontische meeuw is het, nou, zijn die veren wel bijna egaal. Of hele dunne ankertjes vaak. De zilvermeeuw is wat plomper. Heeft ook vaak wat minder geruit, zeker dan de geelpootmeeuw. Zo zien ze het aan het einde van hun eerste kalenderjaar uit. Nog even in vlucht naast elkaar. Ja, zie je ook vooral de staartbanden. Ja. Die zilvermeeuw heeft vaak meer tekening in het wit dan die andere twee soorten. En die, ja, lichte vleugel valt nog steeds heel erg op bij de zilvermeeuw in vlucht. Gaan we naar het tweede kalenderjaar. En dan beginnen we weer bij de kleine mantelmeeuw. Nou, je ziet dat dit is dus een decemberbeeld. Dan zien we eigenlijk weinig kleine mantelmeeuwen meer in Nederland. Maar als we ze dan toch hebben, dan zijn het eigenlijk meeuwen die al behoorlijk donkergrijs bovenop zijn. Ja. Dus hier, als ik het goed heb, zijn alweer nieuwe veren aan het doorkomen. Hè? Kijk ook even naar Marijn, misschien, ja, kan je overpakken. Oh ja, nee, dat kan. Inderdaad, die veren op de rug die komen al aardig door en zien er al best wel adult uit. Dus het wordt hier al wat meer richting een adulte kleine mantel. Ja. En wat er ook bij meehelpt is dat die rest van de onderdelen, dus de buik en de kop, eigenlijk ook al best wel snel wit worden. Waardoor, ja, je echt al een beetje, ja, als je door de haren van je wenken, van je wimpers heen kijkt, dan zie je bijna een adulte vogel. Ja. Zeker in zit. Maar nog wel een volledig donkere snavel. Ja, lichte poten, ja, nog, geen geel. En ik kijk even naar de handpennen. Die zijn nieuw. Die zijn nieuw, dus die zijn heel donker. Bijna zwart. Maar er zitten geen witte tekening in. Dus het zit een beetje tussenin. En de snavel is nog wel heel donker. Dus dit is inderdaad zo'n tweede kalenderjaar vogel. Ja. Ja, ja, ja. Ook nog geen gelige poten, ja, nog roze poten. Slanke beestjes. Dit zijn kleine mantelmeeuwen in hun tweede kalenderjaar. Ja, donkere vleugel. Ja. Dan weer de grote mantelmeeuw. Nou ja, die wordt in zijn tweede kalenderjaar voor je gevoel misschien alleen maar lichter. Je ziet dat ze vaak heel bont getekend zijn op al die onderdelen of op al die veerpartijen. Ja. Dus in zijn rugveren zie je heel veel bonte tekening. Ook die turtles die worden alleen maar witter en witter. Zeker die bovenste vogel, die heeft echt gigantische witte toppen op die turtles. Ja. Dus dat is ook heel opvallend. Het zijn soms bijna zwart-witte vogels, hè, dan. Ja, 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 dus maar dat wat je bij die kleine mantelmeeuw ziet, hè, dat die echt heel donker wordt, dat is bij die grote mantelmeeuw, wordt dat door het vele mengen met wit toch wat lichter. Ja. Als je dan naar de vliegende vogel kijkt, valt natuurlijk ook die gigantische witte staart op. Ja. Met dat patroontje erop en een dat andere kenmerk komt zo meteen. Mm-hmm. En dan alsnog, ja, gewoon echt een grote vogel. Ook qua postuur met die dikke, ja, buik en die dikke kont. En ja, het is gewoon hele grote, zware snavel, hè. Eigenlijk is dit vaak al voldoende in een groep om hem eruit te pikken. Ja, hij steekt er ook bovenuit. Ja. Je ziet ook dat hij nieuwe handpennen heeft gekregen die best wel zwart zijn. Met kleine witte topjes, maar nog niet geen de derde generatie. Toppen, ja. Nee, precies. Nou, hier heb je alle twee nog even naast elkaar. Ja, dan valt alleen het kenmerk. Ga nog eens eentje terug. Want een grappig kenmerkje wat tweede kalenderjaar grote mantelmeeuwen hebben, wat een kleine mantelmeeuw en een zilvermeeuw en een geelpootmeeuw ook niet heeft, dat is dat ze soms al een klein wit topje op P10 kunnen krijgen. En dat kun je bij die vliegende vogel misschien kun je het, ja, aanwijzen. Dit is het, oh sorry, dan jij noemt P10, dat is de buitenste handpen. Ja, ja. Dat is hierbovenin. Nou, dan moet mijn muis weer even meewerken, hier zo. Ja, ja. Dat heb, eigenlijk heeft alleen grote mantelmeeuw en pontat in het tweede kalenderjaar. Ja. Dus dat is wel een handig kenmerkje om mee te nemen. Ik ben ongelooflijk aan het rommelen met die muis en die afstandsbediening. Ja, je kan door naar de volgende. Klik. Ja, we gaan door hoor, jongens. Ja.
Ja. Door met het college over de zilvermeeuw. Tweede kalenderjaar zilvermeeuw. Dus je ziet een nieuw setje handpennen met bescheiden lichte topjes. Dat is nog niet echt zwart met grote witte toppen. Nee. En ook nog behoorlijk bont getekend van boven. En hier komt bij deze vogel komt dat grijs er al tussendoor, hè, bovenop. Bij deze vogel trouwens ook. Dan zie je, wacht even, dat kan geen eerste kalenderjaar zijn. Dat is een tweede. Want verder is die nog helemaal niet zo grijs. Nou, in vlucht is dit een vogel die... er zit bijna nog geen grijs in de schouder van deze. Maar hij heeft al wel de hele vleugel heeft hij een keer geruit, zo te zien. En ook een hele duidelijke tweekleurige snavel. Hè? Dat is ook echt wel een kenmerk wat meehelpt. Zo'n duidelijke tweekleurige snavel, roze basis. En dan zwart vanaf halverwege is vaak... Ja, is eigenlijk bijna altijd wel een tweede kalender. Ja, eerste kalenderjaar is toch vooral zwart. Ik zie nog even een opmerking van Marcel over die 1KJ en 2KJ grote mantel. Die handpennen zijn eigenlijk het makkelijkste kenmerk. En die zijn dus weer pikzwart bij een tweede kalenderjaar. Terwijl ze eigenlijk nog best wel versleten zijn bij een eerste kalenderjaar. Ja, wat bruiner zijn ze Bruiner inderdaad, ja. Ja. En de vogel is meer doorgeruit, heeft geen juveniele veren. Ook niet in zijn Je ziet, je ziet dat het gewoon allemaal wat meer een zebrapatroon is geworden bovenin, eigenlijk in de vleugel. Hè? Ja. Heel zwart-wit is geworden. Dan gaan we door naar de geelpootmeeuw in het tweede kalenderjaar. En dan valt ons ook weer op dat die ziet er al bijna als een beetje als een volwassen vogel uit. Die vleugel is echt een halverwege, dit is natuurlijk einde van het jaar, sorry. Heeft hij al behoorlijk veel grijs ook in de dekveren. En dat is, weet je nog, die geelpootmeeuw, dat is een snelle jongen. Die ruit vaak net iets meer in de vleugel dan de andere soorten. Dus die heeft hier ook al grijze, volwassenachtige veren heeft die hier zitten. En ook weer zo'n nieuwe set handpennen die hij helemaal heeft geruit. Ja, en je ziet nu ook dat die turtles wel steeds witter worden op de top. Maar ja, dat zie je niet heel goed op deze foto. Maar die hebben meestal wel een hele donkerbruine basis. Dus dat contrast tussen zilverachtig adulte veren en... die juvenielere veren, dat valt heel erg op. En dat zie je eigenlijk in vlucht ook. Ja. Hè? Dan blijft die vleugel in één keer verdacht donker. Ja. In plaats van bij de zilvermeeuw. Ja, nou dan gaan we naar de Pontische meeuw toe. Dan zie je toch wel weer dat het een wat slanke, grote vogel is. Met een slanke snavel met een kleine gonisch hoek. De gonisch hoek is dat hoekje hier in de snavel. Dat heet de gonisch. En je ziet dat hij net zoals die vorige soort, de geelpootmeeuw, dat hij al behoorlijk wat grijze veren hier tussendoor heeft gekregen in de vleugel. Bijvoorbeeld hieronder zie je dat ook, dat hij in de rest van de vleugel ook al wel wat grijs heeft gekregen. En het is met name dus de vorm van de snavel en de kop en het postuur die ervoor zorgen van, dit is een Pontische meeuw. En daarmee ook geelpootmeeuw uitsluiten, die een stuk hoekiger is. En wat ze ook wel vaak hebben in het kleed is een soort van sjaaltje om. Ja, dat zie je bij deze vogels eigenlijk allemaal wel een beetje terugkomen. Zo'n klein beetje streping in de nek. En ook in dit kleed heeft pont, maar dat zie je niet echt bij deze vogel. Maar kan die dus ook zo'n wit puntje hebben op P10? Okay. Ja, dat zie je in deze foto niet zo heel goed. Maar net zoals bij de grote mantelmeeuw, kun je, als je zo'n vogel dan hebt gefotografeerd en je denkt, dat is een tweede kalenderjaar meeuw en hij heeft wel het grijs in de schouder. Laat ik eens even naar die handpennen hier kijken. En als er dan een mooi wit stipje op de punt zit, dan is het of een grote mantelmeeuw of een Pontische meeuw. Want die andere soorten hebben dat niet. Zeker. Nou, nog even naast elkaar. Linksboven in de geelpootmeeuw, rechts de zilvermeeuw, die eigenlijk van de drie soorten het meest geblokt is gebleven. En het meest juvenielachtig eruit ziet. Ja. En links onderin dus de Pontische meeuw. Nou, dan gaan we door naar... Een keer het vluchtbeeld, waar vooral de vleugels opvallen inderdaad. Dan gaan we door naar de derde kalenderjaar. En dan wordt het ineens veel meer een meeuw al die op het volwassen kleed gaat lijken. Hè? Dus, kleine mantelmeeuw. Ja. Nou ja, wat kun je erover zeggen? Dit kleed, kijk, de kenmerken worden steeds minder, zeg maar. En je gaat vooral nu naar de adulte kenmerken kijken. Derde kalenderjaar, kleine mantelmeeuw heeft bijna altijd felgele, zoals boven, of vaalgele, zoals onder, poten. Dus dat is natuurlijk al een mooie pointer. Ja, je ziet die adulte veren die dus echt al veel donkerder worden. Ja. En je ziet bij deze vogel eigenlijk al als eerste
witte toppen verschijnen op die handpennen. Ja, hier zo, hè. En nou is dit misschien niet het beste voorbeeld, omdat de kleine mantelmeeuw sowieso niet heel veel witte toppen heeft op zijn handpennen. Maar je ziet wel inderdaad echt die witte, ja, bredere witte toppen. Dus dat zegt eigenlijk al altijd dat het een derde kalenderjaar vogel is. Plus die zwarte mantel, plus gele poten. Ja, dan ben je bij kleine mantelmeeuw. Ja, vanaf hier wordt de kleine mantelmeeuw eigenlijk niet heel moeilijk meer. Nee, maar de grote mantelmeeuw die lijkt daar nog wel eens op. Behalve dus dat hij die gele naakte delen, de poten en de snavel niet krijgt. Ja, nou, poten misschien wel een beetje. Maar je ziet er wel, en dan kijk je toch meteen ook weer naar die handpennen. Hey, flinke witte toppen hier, dus dat is derde generatie, derde kalenderjaar. Ja. En ook behoorlijk donker in de mantel al. Ja. En, je ziet eigenlijk dat hij pas vanaf nu echt heel donker wordt. Ja, ook hier die links onderin zit ook wel wat variatie natuurlijk tussen individuen. Maar deze heeft echt al, deze is heel druk aan het ruien in de vleugel. Dus die is gewoon heel veel veren hier aan het vervangen. En hij krijgt nu ook echt hele mooie donkere grote mantelmeeuw veren. Ja, zeker. Ja. En je ziet dat hij ook staart gaat ruien. Hè? Dus die band verdwijnt soms. Soms blijft er een paar zwarte pennen in zitten. Soms houdt hij nog een beetje band. Maar die staart wordt wel steeds witter. Ja. En die grote, ja, in de vergelijking zie je dus ook dat die grote mantelmeeuw veel grotere witte toppen krijgt op zijn vleugelpunten dan de kleine mantelmeeuw. Ja. Dat is bij adult straks ook wel een goede pointer. Ja. Ja. Ja, dan gaan we weer door naar de zilvermeeuwen. Nou, dan kijk ik ook even naar de handpennen waar inderdaad witte toppen aan verschenen zijn. En je ziet ook dat in die vleugel, dat in het derde kalenderjaar bij een zilvermeeuw, dat daar dan echt definitief dat die overwegend grijs wordt, die vleugel. Ja. Dus veel meer dan de helft van de vleugel is dan aan het einde van zijn derde kalenderjaar is grijs. Ik probeer mijn muis ondertussen weer even te vinden. Maar die wil vandaag niet meewerken. Verdwijnt gewoon. Rechts bovenin zie je dus zo'n open vleugel, hè? En daar zie je dus dat het overwegend grijs al is. Je ziet ook dat hij nieuwe handpennen heeft. Derde generatie met heel duidelijk zwart-wit patroon. Maar nog wel, zoals ik al in het begin van de workshop vertelde, dat er nog wel behoorlijk wat bruin hier in de vleugeldekveren zit. Ja. En toch ook nog wel behoorlijk wat zwart in de staart van dit individu. Ja, ja. Maar je hebt ook beesten met wat meer wit in de staart inderdaad. Maar Ja, dan de geelpootmeeuw. En dat is toch ook wel aardig. Een beetje vergelijkbaar met die kleine mantelmeeuw, hè? Snelle jongen, Dat die ook gele poten krijgt. Dus het wordt een iets kleurrijke beest dan ondertussen. En qua mantelkleur zie je al dat hij behoorlijk donker is ten opzichte van die zilvermeeuw. Donkergrijs, ja. Dus niet zoals een kleine mantelmeeuw. Maar van de drie zilvermantelige beesten is de geelpootmeeuw wel degene met de donkerste mantel. Dus dat zie je eigenlijk vooral goed als ze naast zilver staan. Dan zijn ze echt een tintje donkerder. Ja. Ik krijg nog een vraag over de kleur van de ogen. Wanneer die nou echt geel-rood, wanneer het echt duidelijk wordt. Nou, bij de meeste soorten is in het derde kalenderjaar is de iris, behalve dan de Pontische meeuw. Die blijft echt, heel veel individuen van Pontische meeuw blijven een behoorlijk donker oog houden. Ja. Maar derde kalenderjaar wordt het echt wel licht. Ik denk ook dat ze de ogenring bedoelt. De ogenring, ja, die is eigenlijk tot en met het derde kalenderjaar nog niet helemaal goed uitgekleurd. Je ziet links onderin bij deze zilvermeeuw zie je al wel dat die nog heel bruinig is eigenlijk. Ja. Nog niet echt oranje, zoals een zilvermeeuw dat krijgt. Of geel. Ja. Of geel. Dan gaan we even door. Ik probeer even te klikken met mijn muis. Het grappige wat een geelpootmeeuw krijgt al wel vrij snel een rode ogenring. Dus je ziet het niet zo goed omdat het wat verder af is, maar de vogel links onderin, die heeft ook al een rode oogring in principe. Ja. Dus en eigenlijk geldt het geldt voor geelpootmeeuw dat ze altijd rode oogring hebben. Pontische meeuw ook. Ook. Ja. En de zilvermeeuw die heeft eigenlijk geel tot oranje en heel af en toe een beetje tegen rood aan. Maar als je een beest met een knalgele oogring, kan het dus eigenlijk geen geelpoot of een pont zijn. Kun je zeggen dat pont en geelpoot bij elk kleed wat voorlopen qua rui ten opzichte van een hele goede vraag, Douwe? Dat klopt. Ze zijn iets sneller met het ruien van hun handpennen. Dus ze zijn iets eerder klaar met het vervangen daarvan. Ze beginnen eigenlijk gewoon iets eerder. Ze beginnen ook eerder met het vervangen. Je moet eigenlijk zeggen ze zijn wat vroeger in plaats van wat sneller.
Pontische meeuw die wij in Lelystad in de kolonie volgen, die beginnen, volwassen Pontische meeuw, die beginnen al begin mei eigenlijk met het ruien van hun handpennen. Terwijl zilvermeeuw dat pas vanaf eind mei, begin juni meestal doen. Heeft ook met de broedperiode te maken. Eigenlijk zijn die geelpoten misschien een maand ouder dan de zilvermeeuwen. Die beginnen ook eerder met broeden. Dat zijn zuidelijkere soorten, dus die zitten gewoon wat eerder in de cyclus. Ja. Geelpootmeeuw. Ik zie ook wat vragen. Ik ga toch even door met onze eigen verhalen. Misschien kunnen we deze van Walter even bewaren. Ja, die bewaren. Nou, de geelpootmeeuw is hier ook al aardig adult aan het, adult aan het worden. Derde kalenderjaar. En dan de Pontische meeuw. Ja, die houdt echt dat kenmerkende slanke snavel. De kenmerkende slanke snavel. Maar ook die hele fijne tekening in de nek is vaak een hele goede aanwijzing. Ook een wat donkerdere grijze mantel dan een zilvermeeuw. Ietsje lichter dan geelpootmeeuw op het algemeen, maar dat is echt iets wat je alleen bij heel goed licht ziet. Op een dag als vandaag zie je dat niet. Nee, bijna niet. Vandaag is alles grijs. Ja. Maar en vooral als ze naast elkaar staan in een groep, dan valt het wel op. Ja. Nou, je ziet dus dat deze dus ook een beetje adultachtige handpennen heeft gekregen. Dat principe is nu duidelijk, maar wel nog donkere tekening in de rest van de bovenvleugel heeft. Iets. Ook naar de volgende. Ja, en hier zie je ze naast elkaar. Ja. En dan in vlucht is misschien wel leuk om te laten zien dat, dat krijg je straks bij adult ook, is dat de geelpootmeeuw van deze drie eigenlijk de meest donkere binnenhand heeft. En zie je hier ook al een beetje die witte top op die buitenste handpennis op P10. Die is vrij klein. Mm. Terwijl bij die Pontische meeuw is het al best wel een grote witte top. En die kan zelfs in P9, dus die veer die erachter zit, ook wit krijgen. Ja. Dus die heeft dan al wat meer wit in de handpen toppen dan die geelpootmeeuw en dan die zilvermeeuw eigenlijk. Dus dat valt eigenlijk nu al een beetje op in het derde kalenderjaar. Maar de valkuil is wel dat je nu denkt van, oh, deze vogel is volwassen, dus ik moet erg op het handpenpatroon gaan letten. Dat doen we in het derde kalenderjaar nog niet, want dit is nog niet het definitieve volwassen handpenpatroon. Dat komt echt pas het jaar erna. Dat is wel iets wat ik... Wat ik moet opmerken. Zullen we nog wat over de poten bij de Pontische meeuw? Of die gelig worden in de 3KJ? Nou, als je... Ja, kijk. Ze kunnen een beetje geel worden. Dat is een kleur in. Ja. Maar één poot is heel geel. Yeah. Nee, ja, ze kunnen een beetje geel worden. Maar in principe wordt geelpootmeeuw krijgt altijd gele poten. En pont is gewoon heel variabel. Dus je hebt ook adulte ponten met roze poten, met gele poten. Ja. Dus ja, daar zou ik niet hard van uitgaan. Maar het kan dat ze een beetje geel bijkleuren. Ja. Maar dat zie je vooral eigenlijk bij de geelpootmeeuw. Ja. En dan gaan we door naar de volwassen kleden als laatste cyclus. Ja. En dan noemen we eigenlijk volwassen. Gaan we verder naar het vierde kalenderjaar in volwassen eigenlijk. Ja. Een definitieve kleed, om het zo te noemen. Nou, wat is wat? Ja, links is natuurlijk weer die kleine... Het is een beetje gemaskeerd door de ringen bij deze vogel. Maar een kleine mantelmeeuw heeft in adult kleed natuurlijk altijd knalgele poten. En dat zie je heel goed. En die grote mantelmeeuw heeft eigenlijk altijd roze. Of soms met een hele lichte geel tint. Maar dat is echt een zweem. Ja. Dus eigenlijk roze poten, grote mantel, gele poten, kleine mantel. Wat daarnaast nog opvalt is die mantelkleur. Die grote mantel is over het algemeen veel donkerder. Dan de kleine mantelmeeuw. En dan gaan we nu naar de vluchtfoto's. Yeah. Albert gaat gooien. Nee hoor. En wat het grappige wat opvalt, kijk, wat in vlucht op een afstand valt de grootte misschien wat minder op. Maar wat gelijk opvalt bij die grote mantelmeeuw is dat de twee buitenste handpennen grote witte toppen hebben. Ja. En op grote afstand kun je dat daardoor zelfs altijd al zien dat het een grote mantelmeeuw is. Want bij een kleine mantelmeeuw is die top... Is de top niet geel-wit, is het alleen een wit vlekje. Met een zwarte top eraan. Dus... Ja, precies. En op P9 soms ook, soms niet. Maar veel minder wit eigenlijk in die handpennen toppen. Ja. Ja, dus in vlucht, op afstand, een zware vogel, tragere vleugelslag, die grote mantelmeeuw. Ook iets echt wat zwarter van boven en de kleine mantelmeeuw donkergrijs. Maar ik let eigenlijk altijd meteen op die vleugelpunt. Ja, dat is eigenlijk de makkelijkste. Ja, en zoals die rechtervogel vliegt, is natuurlijk niet helemaal hoe ze... Nee, precies. Die denkt dat hij een arend is. Ja, en dan heb jij ook nog opgemerkt dat de achtervleugelrand, er is ook iets mee. Ja. De armpennen. Ja, deze witte band die hier loopt, die eindband,
die is bij grote mantelmeeuwen een stuk breder. En dat is, ja, ik vind het hier niet eens zo heel duidelijk te zien, maar dat is ook wel iets wat ik in het veld combineer. Dan zie je zo'n grote, zware, trage, donkergekleurde mantelmeeuw vliegen. En dan zie je vaak ook dat hij zo'n veel wit in de punt heeft en ook een brede witte armpenbaan heeft. En dan weet je, dat is grote mantelmeeuw. Zeker. Ja. Nou, gaan we naar deze. Ja, dit is het volwassen, eigenlijk het kleed vanaf vierde kalenderjaar bij de zilverkleurige meeuwen. En dan is het eigenlijk toch wel wat makkelijker geworden. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar je ziet de gele poten hier. Je ziet toch een wat hoekige kop bij die geelpootmeeuw. Veel rood op de bovensnavel. Hoekige snavel. Ja, dat rood op de bovensnavel. Ik probeer dat nu weer aan te wijzen als mijn muis meewerkt. Dat op de bovenkant van de snavel, dat heeft een zilvermeeuw niet. Die heeft altijd rood alleen op de onderkant van de snavel, bij de gonies. Ja. Precies. En dan kun je in zit, kun je dus ook op de kleur van de oogring letten. Die bij de zilvermeeuw dus oranje is in dit geval, maar die andere echt rood. Nou, je ziet het donkere oog bij de Pontische meeuw. Maar let wel dat 40% van de volwassen Pontische meeuwen een vrij licht oog heeft. Ja. Dus dat is dat is geen hard kenmerk. Nee, dat is geen hard kenmerk. Wat wel opvalt is, maar dat is ook meer door de kopvorm, omdat hij zo'n smal kopje heeft, lijkt het oogje ook gewoon meer een kraaloog. Dus zelfs als het oog licht is, wat bijvoorbeeld bij deze vogel heeft een licht oog, maar door de afstand en door de rode oogring lijkt het toch wat donkerder te zijn. Dit kan in zit nog wel eens lastig zijn en daarom is het bij die volwassen meeuwen is het heel fijn als je een open vleugel hebt. Want eigenlijk is de vingerafdruk, zeg maar, van de grote meeuwen, die zit hem in het handpenpatroon. Dus het patroon van het zwart en wit in de open vleugel. Dat is diagnostisch. Dat is wat bepaalt welke soort het echt is. Ja. En daar gaan we nu even naar kijken. We gaan helaas niet in, ik zie een vraag tussendoor, over het verschil van ondersoorten tussen de zilvermeeuw, de Argentatus zilvermeeuw, de noordelijke, en die bij ons zit, de Argenteus. Dat gaat te ver voor vanavond, helaas. Tip is wel, bekijk dat ook even op de Gull Research website. Ja. Argentatus is eigenlijk de noordelijke ondersoort. Argenteus is de soort die bij ons broedt. Maar we gaan even naar deze laatste cyclus kijken. We zien open vleugels, Marijn. Wat zien we? Ja, misschien kunnen we beter naar de volgende gaan. Want we moeten eigenlijk heel specifiek naar de veren gaan kijken. En toch even aanwijzend, we hebben het over dit gedeelte van de vleugel. Ja. Dit patroon. En ja, in echte... dit dus. Echte meeuwenterminologie spreken we dan van zogenaamde... We nummeren die... Handpennen. Handpennen ook eigenlijk, ja. En die nummeren altijd van buiten naar binnen. Ja. En een meeuw heeft 10 handpennen. Ja, of van binnen naar buiten eigenlijk. Loopt van op, hè? Binnen naar buiten, ja. Dus dat is vrij ingewikkeld hoor, om 9 uur. Maar ja, nee, maar de buitenste handpen is in ieder geval 10. 10. En eigenlijk is van belang, maar ja, dan gaan we kunnen beter naar de volgende foto gaan. Eigenlijk zijn er 3 pointers waarop je moet letten bij dat handpenpatroon. En het eerste is de top. Dat als je nog een keer klikt, dan komt dat er ook bij. Ja. Dit is de handpentop. Ja. Dus daar zie je eigenlijk P10 heeft altijd een witte spiegel. Alleen bij... Wat is een spiegel? Een spiegel is eigenlijk een witte top met een zwart bandje erboven. Dat maar deze heeft dat niet. Nee. Dus de Pontische meeuw heeft een witte top. Daar is eigenlijk heel die top op P10 is wit. Ja, dus van links naar rechts, geelpootmeeuw, middelste zilvermeeuw. Ja, zoals het er ook onder staat. Ja, klopt. Dus die witte top en die hele dikke witte vlek op P9, dat is eigenlijk vrij typisch voor pont. En hier zo. Ja, precies. De zilvermeeuw zit daar een beetje tussenin. Ja. En de geelpootmeeuw, die heeft vaak alleen maar op P10 een witte top. En soms een heel klein beetje op 9. Ja. Dus dat is met de top. Ja. Ja, maar dat is anders dan bij zangvogels, waarbij P10 de buitenste inderdaad nauwelijks zichtbaar is. Heel klein. Ja. Bij meeuwen is dat anders. Dan gaan we naar het volgende pointer. Ja, dat is P5. En daar komt het fameuze bandje op P5 weer om de hoek. Eigenlijk hebben zowel de geelpootmeeuw links als de Pontische meeuw rechts altijd een zwarte band op P5. Ja. Bij de geelpootmeeuw is die vaak wat dikker aangezet dan bij de pont. Ja. En de zilvermeeuw die heeft in de meeste gevallen daar niks.
Of wat tekening, of een heel vaal bandje. Ja. Dus eigenlijk is dat pointer 2. En pointer 3 zijn dan de zogenaamde grijze tongen in het zwart. En dan zie je eigenlijk dat die Pontische meeuw dat gigantisch heeft. Hè. Er loopt echt zo'n grijze tong in dat zwart bij iedere handpen. Van 10 tot en met 6 eigenlijk. Ja, het loopt heel ver naar binnen eigenlijk het zwart in. Hij heeft eigenlijk een hand in een hand, zeg maar. Ja. Ja, als je door je oogharen kijkt, een beetje schil probeert te kijken, dan zie je inderdaad dat dat grijze is net een hand die erin grijpt. Ja. Ik zou er grapjes kunnen maken over schil kijken, dat doe ik even niet. Dat doe ik altijd al, wil je zeggen. En bij de zilvermeeuw zie je inderdaad dat dat veel minder is. Ja. En vooral eigenlijk op die P10 en op die P9 veel minder is. Ja. En bij die geelpootmeeuw zie je dat het helemaal veel minder is. Dus die geelpootmeeuw, wat ik eerder ook al zei, die heeft een hele donkere hand. Ook als je gewoon snel kijkt, heeft hij een heel veel zwart erin. Ja. Dus die drie dingen bij elkaar, als je daarop alle drie hebt gescoord, ja, dan kom je dus eigenlijk vrij makkelijk op het handpenpatroon en op de soort uit. Ging ik nou al naar de quiz? Ja, ja. Nee joh. Ja, volgens mij wel, ja. Volgens mij was dit zitten nog allemaal mensen thuis druk te pennen van, ik moet even dat kenmerk opschrijven. En, We hadden ook op die vraag over de rivieren, van een stukje terug, Walter. Mm. Geelpoot inderdaad heel erg binnenland gebonden beest. Lijkt het wel op. Je hebt ze op het strand ook wel eens. Je hebt ook gewoon minder meeuwen langs de rivieren natuurlijk. Maar ik ben hier naar Nijmegen komen rijden langs de Waal vanmiddag. En dan heb ik inderdaad 4 geelpootmeeuwen gezien en 1 zilvermeeuw. Ja. Dus de kans om een geelpootmeeuw te zien langs een rivier is in mijn optiek veel groter dan op het strand. Omdat je daar ook gewoon heel veel vertroebeling hebt van al die zilvermeeuwen. Ja. Die horen er zeker bij. Alleen het is wat meer zoeken naar een speld in een hooiberg. Precies. Ja, eigenlijk maakt die geelpootmeeuw een beweging vanuit de broedgebieden. Vooral ten zuiden van ons. Hè. Vandaar dat ze ook eerder broeden. Dus dat is ook een antwoord op Marcel's vraag van hoe zit dat evolutionair. Dat zijn soorten die eerder broeden. Dus ook gewoon vroeger in het proces van ruien kunnen beginnen. En dus ook eerder jongen hebben die bij ons in Nederland verschijnen. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Ja. Maar die geelpootmeeuwen die lijken dan langs de grote rivieren op te duiken in juli, augustus. En dan verspreiden ze zich een beetje door het binnenland heen. Enkeling staat ook op het strand dan vervolgens tot het einde van het jaar. Maar het is eigenlijk vooral een vogel die zijn piek in de nazomer kent bij ons. Ja. Terwijl die Pontische meeuw die eigenlijk jaar rond, steeds meer jaar rond aanwezig is. Ook steeds meer in de zomer. Maar in de winter ook veruit. Als je die twee, die geelpootmeeuw en die Pontische meeuw naast elkaar zet. Dan heb je in totaal veel meer Pontische meeuwen vaak dan geelpootmeeuwen. Ja. Dus die Pontische meeuw. Maar dat is ook wel te verklaren dat die Pontische meeuw ook zo enorm toeneemt in Europa. En de geelpootmeeuw eigenlijk veel minder toeneemt. Ja, precies. Ja, dat zie je ook. Dat is ook wel grappig. Dat zie je bij de broedvogels ook. Geelpootmeeuw is al jaren tussen de 5 en 10 broedvogels in Nederland, broedparen. Pontische meeuw is echt als een raket aan het omhoog schieten. Ja, is een veel succesvollere soort om een of andere reden. Ja. En dan gaan we toch ter afsluiting naar de quiz. Ik zie nog wel een vraag over. Ik stop de auto gewoon als ik een foto maak hoor. Kun je niet iets zien aan de turtles? Ik denk dat je dat dan bedoelt bij adulten. Ja. Maar bij adulten kun je in principe gewoon niks zien. Die zijn allemaal gewoon helemaal grijs, die turtles. Met witte topjes. Maar daar zit geen patroon in wat ze onderscheidt bij die zilverig. Nee, en ook bij de mantelmeeuwen ook niet echt. Nee. Maar die open vleugels fotograferen, dat is toch wel heel handig bij die volwassenen. Ja, ook als je eraan wil beginnen, maak vooral foto's en vooral van vliegende beesten. En voer ze in op waarneming en dan... komen met z'n allen gezellig uit. Even. Ja. Het is alleen ter hulp, hè. Niet dat ik het beter weet. Nou, we gaan dus even de proef op de som nemen. We hebben 10 vogels genummerd in de volgende 3 foto's. Misschien heb je pen en papier bij de hand of je opent even een Word-documentje. Nummer even van 1 tot en met 10. En wat we graag van je willen weten is de leeftijd, dus kalenderjaar en de soort. Laten we er maar gewoon mee gaan beginnen. Geef nog een paar seconden om daar klaar voor te gaan zitten. Ik dacht dat ik allemaal leuke foto's bij de quiz had gedaan. Nog even 1 opmerking. Verschil in gedrag.
Nou, misschien zijn er ondertussen mensen naar de keuken aan het rennen voor pen en papier. Dus die kan ik nog net meepakken van Lianke. Ja, dat is eigenlijk best wel een apart onderwerp, verschil in gedrag. Maar je ziet dat dat erg per individu verschilt. Ja. Maar je ziet ook wel dat Pontische meeuw vaak behoorlijk dominant is in een groep meeuwen. En grote mantelmeeuwen ook. En dat heeft alles te maken met formaat. Hoe groter een soort, hoe dominanter een soort ook is in het algemeen. En de grote mantelmeeuw en de Pontische meeuw zijn van deze soorten qua formaat gewoon de grootste twee van de vijf. Ja, ja. Het loopt op van kleine mantelmeeuw naar zilvermeeuw, naar geelpootmeeuw. Geelpootmeeuw, zilvermeeuw maakt elkaar niet veel, maar dan net boven zit dan de Pontische meeuw weer. Zeker de mannetjes zijn soms behoorlijk groot. Ja. En dan de grote mantelmeeuw. Ja. We gaan naar de quiz. 1 tot en met 10. Eén ding. Vorige keer zag ik ook wat antwoorden in de chatbox voorbij komen. Dat mag niet. Ja, daar moet je gewoon eventjes mee wachten. Het is natuurlijk wel leuk om achteraf te zeggen van... Hey, ik had ze allemaal goed of ik had er 8 van de 10 goed. Deel dat zeker, maar niet de antwoorden van zometeen. Daar komt hij, de eerste foto. Dus het kalenderjaar en de soort. Even naar onze regisseur Marcel. Gaat het nog goed? Ik zie trouwens nog wel opmerking van Geert. Maar in principe zijn ze dus niet alleen vliegend te determineren. Alleen de adulten, ja, daar zie je dus graag wel een open vleugel van. Dus daar is het vooral wel van belang om hem vliegend op... Wil jullie nog tips om meeuwen te kijken rond Gent? Dat is België. Strand? Ja, toch nee. Het strand Oostende is ja, Oostende plek. Dichtbij, ja. Ja, dan moet je toch een stukje rijden. Loopt er een rivier door Gent heen? Ja. Brood doet sowieso wonderen. Als je kokmeel hebt en je blijft er maar genoeg brood in gooien, dan... of ze warm, maar maakt me niet uit wat je erin gooit. Maar dan krijg je uiteindelijk wel de grote meeuwen ook naar beneden die in de buurt zijn. Ja. En regelmatig op dezelfde plek voeren, dat helpt enorm. Ja, zeker. Dat leren ze, dat hebben ze heel snel in de gaten en dan komen ze terug. Ja, we hebben ook geringde beesten die auto's herkennen omdat we zo vaak voeren en dat soort dingen. Dus dat is wel, ja. Je gaat dan wel veel dezelfde mee. Kijk, Nathalie geeft al een mooi antwoord. Ik denk dat de Belgen dat onderling inderdaad het beste, die kennis kunnen uitwisselen waar je op pad kunt. Ja, we gaan door naar de volgende. Marcel zit achter de knoppen vanavond en die helpt ons... Die houdt ons scherp, dat is heel fijn. 6 tot en met 8. Dit plaatje is wel iets trickier, inderdaad. Ja, dat is een lastig hoor. Let ook goed op de handpennen van die volwassen vogels. Dat geef ik toch maar even als tip mee. Ja. Vogel in de achtergrond mag als bonus ook mee. Ja, die niet genummerde vogel. Shawarma, ja. Ja. We krijgen veel vragen vanavond. Ja. Pont maakt inderdaad een bijzonder geluid. Eigenlijk is zijn Latijnse naam Cachinans en dat betekent weer lachend. Dus de adulte Pontische meeuwen die hebben een wat hoger geluid. En de juvenielen die hebben een wat meer snerpend geluid. En dat ga ik niet na. En Albert heeft dat tijdens de vorige workshop wel nagedaan. Dus dan kun je ook gerust terugluisteren. Ja, dat ga ik. Ja, dat was een slechte imitatie. Maar zoek die geluiden vooral even. Het is wel echt een pont. Een juveniele pont haal je er. Of een jongere pont. En één keer. We gaan door naar de volgende trouwens. Ja, die haal je er in een groep wel uit op geluid. Ja. Ik zie dat. Ja, Marcel houdt. Wij zijn een beetje van het kletsen. Ja, we zijn. En dan heb je toch een derde man nodig die de tijd ook in de gaten houdt. Gek beest, zeg, die 9. Ja, ik vind het ook niet zo'n mooi beest of zo. Het spreekt me niet echt aan. Vier en vijf, zegt Harry. Zitten 4 en 5. In de eerste foto, maar die is al voorbij. Zullen we, Nou, dan gaan we even terug naar de eerste foto. Wil jij deze doen, Marijn, of doe ik hem? Zal ik hem doen en doe jij de laatste helft? Oké. We beginnen met 1. Dat is een vogel die... dat is de vogel waar de 1 bij de kop staat, hè? Ja, dat is... Misschien dat je nu nog even snel je... Ik snap dat het nummertje misschien niet op de handigste plek staat.
Maar goed, het gaat om de meeuw met de lichtgrijze mantel al een klein beetje, maar de rest nog behoorlijk bruin. Tweekleurige snavel dus. En nog geen hele duidelijke witte top in de hand. Maar wel nieuwe handpennen, ja. Maar wel nieuwe handpennen. Tweede kalenderjaar. En het is een zilvermeeuw. Gaan we naar nummertje 2. Ja, dat is een vogel die eigenlijk zijn hele vleugel al grijs heeft. Zijn handpennen zijn ook al wel volwassen type. Nou, hij heeft geen open vleugel, dus we kunnen dat niet tot in detail checken. We zien wel een heel duidelijk tweekleurige snavel. Nog niet geel echt, hè? Ja. Dit zou een derde kalenderjaar zilvermeeuw waarschijnlijk zijn. Ja. Vierde kalenderjaar reken ik ook nog wel goed. Want dat verschil is gewoon echt heel moeilijk te maken zonder een open vleugel. Ja. Dus een derde of een vierde kalenderjaar zilvermeeuw. Akkoord. 3. Dat is een eerste kalenderjaar meeuw. Die heeft zijn schouderveren geruit met hele smalle ankertjes. Maar ook een hele mooie slanke kop, slanke snavel. Ja, dan kun je hem wel inkoppen. Ja. Turtles eventjes in het wit gedoopt. Klein wit randje. Dit is een eerste kalenderjaar pontische meeuw. Nummertje 4, dat gaat dan over de vogel onder de 4. Nou, dat is een zilvermeeuwachtige vogel. De kleur van de poten is niet zo heel goed te zien, maar hij heeft wel heel veel streping op de kop. Het is een volwassen vogel. Hij heeft ook al een gele snavel namelijk. Die zie je niet helemaal, maar je kunt dan wel voldoende zien. Nou, hij is niet zo mooi witkoppig en slank als een pontische meeuw. En hij heeft ook geen hele duidelijke felgele poten zo te zien. Mantelkleur is een beetje hetzelfde als de andere zilvermeeuwen in beeld. Dus daar maken we een volwassen zilvermeeuw van. En dan nummertje 5. Ja, dat is die is even oud dus als die pontische meeuw middenin. Dus dan weet je dat het een eerste kalenderjaar is. Die heeft ook al wat schouderveren geruit. Maar ook een... Ja, precies. Hier zo heeft hij wat geruit. Maar hij heeft ook nog een hele donkere snavel. Zie je dat? Geen tweekleurige snavel. Dus dat is een eerste kalenderjaar. Maar hij is wel heel erg gekarteld overal. Hier zo. Ook de Turtles zijn zwaar gekarteld. Dat weet je misschien van de vorige les. Dit is een eerste kalenderjaar zilvermeeuw. Gaan we door. Ja, dit is natuurlijk een beetje tricky. Hè? Omdat we net zeiden dat je eigenlijk open vleugel moet hebben voor adulten. Foto 6. Ja, als pointer zei Albert al van let op de vleugelpunten. Daar zie je eigenlijk een hele grote witte top. Dus zelfs in zit zie je dat eigenlijk nog wel. Ja, dat maakt er dus sowieso geen geelpoot meer, ondanks de knalgele poten. Dan zien we ook nog een rode oogring. Dus een zilvermeeuw valt af, hè? Valt eigenlijk ook al af. Dit is eigenlijk gewoon een geelpotige pontische meeuw. Ja, gewoon een pontische meeuw. En die kunnen, we zeiden al, die pootkleur is best variabel. Ja. En zeker als ze tegen het broedseizoen aanzitten, dan krijgen ze soms behoorlijk gele poten. Ja. Maar let dan, dat is wel een valkuil. Dat je dan alleen op de pootkleur let. Ja. Let dan ook wel echt op die handpennen. Ja. Nou, dan nummertje 7 zien we wel hier een zwart bandje. Dat is wel echt een moeilijk hoor. Ja, knalgele poten. Ja, iets hoekigere kopje. Ja. Ja, jij zegt ronder, ja. Ja, nou ja, hoekig en minder lang gerekt. Minder lang gerekt, ja, precies. Ja. Geldt ook voor de snavel. Ja, hij heeft geen rood op de bovensnavel. Dat is jammer. Heeft dit individu niet inderdaad. Dan moeten we er nog even in photoshoppen, maar dan is het toch wel een adulte geelpootmeeuw. Ja. Ja, dan deze. Dus dat is een volwassen vogel. 6 en 7 zijn volwassen. Ja. Dus het kalenderjaar is minstens 4e. Ja. 4e of ouder. 8 is vogel met een wat lichter oog. Tweekleurige snavel. Ja, daar geef ik eigenlijk al de tips weg. Ja, veel geruit in de vleugel ook. Hè. In de middels een grote dekveren. Dit is allemaal al een keer vervangen in de vleugel. Hier zo. Heel rommelig voor de rest. Weinig grijs in de rug. Dus die snellere soorten met dat grijs in de rug, die vallen eigenlijk ook af van een pontische meeuw en een geelpootmeeuw. Het is in ieder geval een tweede kalenderjaar vogel. En het is een tweede kalenderjaar zilvermeeuw. Ja. En de achterste is een pont. Pontische meeuw. Waarschijnlijk nog niet helemaal volwassen, want hij heeft hier nog wat zwart in de snavel. En daar zie je eigenlijk op postuur dat kopvormpje is natuurlijk wel een mooie pointer. Ja, zeker. Hele lange, smalle snavel. Nou, de kers op de taart. Ja, 9. Dat is natuurlijk een beetje vals spel, want het is natuurlijk gewoon een kleine burgemeester, eerste kalenderjaar. Heb je nou toch een andere soort erin gestopt? Ja, sorry. Waar zie ik dat trouwens aan? Eigenlijk is het makkelijkste aan die burgemeesters dat ze hele witte handpentop hebben. Dus kleine en groot hebben dat allebei. Ja, deze is eigenlijk net zo groot of net iets kleiner dan de meeuw eromheen. Dus dan wordt het al snel een kleine burgemeester. Ja.
Ja, en dat is ook wel een kers op een taart als je aan het zoeken bent op het strand naar leuke meeuwensoorten. Ja, maar de fotograaf had toch meer interesse als ik kijk waar die scherp gesteld is op die meeuw erachter. Ja, deze. Dat heeft misschien ook met de ring te maken. Wat zien we hier eigenlijk midden in de winter? Een beest wat nog niet zo heel snel geruit is in zijn rug. Best wel een beetje rommelig eruit ziet. Wat wit heeft op de turtles. Hele donkere snavel. Donkere snavel, dus een 1KJ. Eerste kalenderjaar, ja. Dan wordt het automatisch in zilver eigenlijk met zulke trage rui. En toch wel redelijk veel wit. Turtles zijn bij deze vogel een beetje misleidend. Ja, best wel afgesleten al. Ja. Dus je ziet die randjes niet zo goed meer. Ja. Verder is hij wel heel bruin op de kop, veel streping. En dan die geelpootmeeuwen en pontische meeuwen, die hebben vaak al een veel lichtere kop. Ja. Nou, dit was de quiz. 1 tot en met 10. Nou ben ik heel benieuwd of dat je een beetje goed gescoord hebt natuurlijk. Dus laat gerust even in de chat weten hoeveel van de vragen je goed had. Ik zou zeggen een halve punt voor een kalenderjaar en een halve punt voor de soort. Dus je kunt dan in totaal 10 punten halen. Kun je 20 punten halen. Een halve punt. Ja, okay, ja. 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 Ja, bij zoveel zijn we van het tellen, hè? Joh, het zegt mij allemaal helemaal niks. Dus ik ben benieuwd. Mensen zijn misschien nog druk. Alleen de kleine burgemeester had ik goed. Anton toch. Ja, het blijft ook veel oefenen. Dus, ik had er 2 goed. Kijk, 4 van de 10, meer dan geslaagd. 7, 7 van de 10 goed. En 6,5. Nou, ik moet zeggen, Emo Klunder denk ik dat het is. Laten we zeggen, alles boven de 4 is hartstikke goed. En wat vind jij, Marcel? Ja, ik had een bonuspunt. Ik had een nul. Ja, precies. Had je ook de kleine burgemeester niet? Nee. Wouter van der Ham heeft een 9. Kijk, nou, Wouter, welke had je niet goed? Ja, daar ben ik dan ook wel benieuwd. Ja, die geelpotige pontische meeuw, dat is een hele gemene voor Andries geweest. Rob Felix, 9 punten, 8,5. Ik ben echt flabbergasted van mensen die meer dan 5 punten hebben. Want het is echt een moeilijke. Nou, zeker die tweede foto is natuurlijk een beetje flauw. Dus ja. Dat. Ja. René, hartstikke goed. Martin, heel goed gedaan, mensen. Ja, en dit is Hogeschool Vogels kijken. Laten we daar eerlijk over zijn. Het is gewoon een van de lastigste groepen vogels die je in Nederland onder de knie kunt krijgen. Het is vooral combineren. Hè? Ik hoop dat vooral duidelijk is dat je dus niet op één kenmerk een beest kunt determineren. Maar dat je altijd eigenlijk naar die combinatie moet kijken. En ongeacht wat je score was, is het denk ik gewoon, ik hoop althans, dat het erg stimulerend is geweest. En dat je een beetje het trucje in de gaten kijkt. Eigenlijk dat je de manier van kijken hiermee een beetje begrijpt. Van, zo werkt het. Zo kan ik naar een groep meeuwen kijken. En wat ook wel goed is om te oefenen is, al denk je er nou iets van, ga dan naar de Gull Research of kijk op waarneming en vergelijk gewoon. Zo hebben wij het eigenlijk al allebei denk ik geleerd. Ja. Gewoon zelf foto's maken en dat vergelijken met foto's op het web waar de soort bij staat. Ja. En dan begin je op een gegeven moment er steeds handiger in te worden. Ik zie ook nog een vraag over zilvermeeuwen met gele poten. Die bestaan inderdaad. Maar dan zijn dus die handpennen een handige pointer. Omdat de zilvermeeuw veel meer wit heeft in zijn handpentoppen dan een geelpootmeeuw. Ja, dus we hebben de variatie per soort eigenlijk nog niet besproken hier. Maar dat is iets wat je gaandeweg door de jaren heen wel in de gaten gaat krijgen. Je hebt hele donkere individuen, hele lichte individuen. Ja. Dus de variatie is schier eindeloos, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Maar dat maakt het een hele leuke groep ook. Bij de koolmees zit de variatie vooral in de stropdas. Bij de meeuwen is die veel groter. Marcel, ja. Ja, de koolmees had ik goed. De koolmees had ik... Marcel had de koolmees goed. Ja. Nou ja, en blijf gewoon oefenen en durf te vragen en durf het te proberen. Ja. Fouten zijn er eigenlijk. Ja, foute determinaties wel, maar andere niet. Ja, zullen we nog even een paar boeken laten zien? Want, of gaan we afsluiten, Marcel? Ik sluit daar maar mee af. Ja, ik weet niet of we in beeld zijn namelijk. Dat kan ik hier niet zien. Kijk aan. Ja. Ik heb allemaal in mijn haar zitten vroeten ondertussen. Ja, je ziet er wel aardig allemaal van racht uit. Afgevlogen uit. Ja, precies. Zwaar geruit. Leuk boekje van Kees Kamphuizen. Hebben we vorige keer ook laten zien. Dit zijn boeken waar je mee de diepte in kan gaan. Dit is eigenlijk het eerste werk.
Peter Grant, het standaardwerk waar hij mee begon, het meeuw determineren. Ja. Ook deze is qua herkenning, is dit nog steeds wel echt een standaardwerk. We wachten op de gids van Peter Adriaans en Mars Musse, de fotogids die ons verder wegwijs gaat maken. Ja. Dit is ook een fotogids. Girls of the World. En dan heb ik toch... deze. Die van jou. Deze kun je nog steeds bestellen op de Veldshop. Is gewoon vooral een klein makkelijk boekje om inderdaad wat handvaten te krijgen. En wat herkenningspunten. Ja, en dan de nieuwe Europese broedvogelatlas die vandaag hier op kantoor binnenkwam. Die ligt hier. Ik durf hem niet op te tillen, want hij is 4,6 kilo. Maar daar staat de actuele verspreiding in Europa van al deze soorten staat daar toegelicht. En ik ben daar als meeuwenliefhebber. Maar natuurlijk ook als vogelliefhebber van alle andere broedvogels van Europa echt hartstikke benieuwd naar. En ik ga eerst eens even naar die meeuwen kijken hoe het staat met de Pontische meeuwverspreiding. Hoe het staat met de grote mantelmeeuw, met de ortolaan, alle andere mooie soorten. Dus ja, die mocht niet ontbreken vanavond, die nieuwe atlas. Gemaakt door 120.000 vrijwilligers, of met behulp van 120.000 vrijwilligers, die hebben meegewerkt met atlastellingen door heel Europa. Misschien heb je ook wel meegedaan aan dit nieuwe standaardwerk. Trouwens nog één opmerking over die meeuwengids. Dat die juiste winters behandelt, dat vind ik zelf ook wel jammer, maar dat is... Dat is wel de handigste manier om het te categoriseren in een boek, omdat het kort en bondig moest zijn. Maar denk vooral in kalenderjaren. Ja. Nee, de kalenderjaren staan er wel op. Bladzijde 16 zie ik ze staan. Maar goed, hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Dank je wel voor de interesse. Ja, en bedankt voor de leuke reacties. Dit was deel 2 van de Grote Meeuwenworkshop. Een fijne avond, welterusten en heel veel vogelkijkplezier gewenst.